Het wedstrijdbad van de Tongelreep in Eindhoven is omgedoopt in het Pieter van de Hogeband zwemstadion. Het was gisteravond een bijzonder spektakel in het bad van de grootste Nederlandse zwemmer aller tijden. 4 uur voor het grote feest krijgt de hoofdpersoon uitleg over wat hem allemaal te wachten staat in de loop van de dag. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Maar tussendoor blijft Pieter van de Hogeband zoals altijd Pieter van de Hogeband. Oftewel, behulpzaam en vriendelijk. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dit is fantastisch. Ik stond echt met mijn mond open van wow. Ik had één eis en dat was met name die kleine mannetjes iets moois aan te bieden. Omdat ik uit ervaring weet dat je op die leeftijd, als je dan op zo'n manier een mooie prikkel krijgt, daar kan je de rest van je carrière profijt van hebben. En die jongens hebben dat goed opgepakt. Terwijl Van der Hogeband op zijn eigen afscheidsfeest, in zijn eigen bad, zich bekommert om de jeugdige talenten, is de Australische zwemlegende Ian Thorpe in Amsterdam aan het uitrusten na een vliegreis van 28 uur. Thorpe is speciaal vanuit Sydney overgevlogen om als mystery guest zijn vriend te verrassen. I was in disbelief that Pieter was unaware that I'm not coming, because I make sure if there's a surprise, I really know about it, so I just act surprised when it happens. That's been hard. Van der Hogeband heeft er alles aan gedaan om Thorpe uit te nodigen, maar de Australiër moest hem continu voorliegen. Hi Peter, it's Ian Thorpe here. Really sorry I can't be in Eindhoven to share what's such an important moment for you right now. And actually, you know what? I don't like talking to cameras anyway. Ik ga nou niet hier staan janken, want dat is mijn eer te na. Maar aan de andere kant, sport is emotie en ik had het even heel erg zwaar. Door jouw droom, je eigen droom waar te maken, heb je die voor mij ook waar gemaakt. Ik denk dat mijn vader en moeder wel eens hebben gedacht toen ik zei ik wil zwemtrainer worden. Waar begin je aan? Toen wisten ze nog niet dat ik ooit iemand tegen zou komen met snode plannen. Heel erg bedankt. Vandaag zie ik mijn vrienden van vroeger gewoon om te zien of er ergens iets zit van die jongens in ons die nergens op. Geroerd door deze mooie avond. Het licht uitgedaan.